Het aantal verwarde personen in het centrum van Nijmegen neemt toe. De GGD legt uit hoe dit komt en wat eraan te doen is. Wie regelmatig in het centrum van Nijmegen komt, is vast wel eens een verward persoon tegengekomen. Het aantal hiervan neemt namelijk toe en daarmee ook de overlast. Ook in het stadhuis wordt hier inmiddels over gesproken. Burgemeester Bruls benoemde in zijn nieuwjaarsspeech dat het aantal meldingen van verwarde mensen toeneemt. En dat deze meldingen omlaag moeten. Dit jaar, dus 2023, kreeg de Nijmeegse politie hier in Nijmegen alleen ruim 2300 meldingen over. Dat zijn er gemiddeld 6 per dag. Maar hoe zien deze meldingen eruit? En wat kan eraan gedaan worden? Eigenlijk alle burgers van Nijmegen die hulp nodig hebben en die nog niet krijgen, daar gaan wij op af. Wij gaan zowel over overlastgevende meldingen, maar ook over zorgmeldingen. Dat zijn mensen die geen overlast geven, maar die wel zorg nodig hebben en die ze nu niet hebben. Dus voor beide zien we daar een toename van. Nou, het is vooral een prikkel om door te gaan met daar waar we mee bezig zijn. We werken in veel samenwerkingsverbanden met verschillende instellingen als netwerkpartner. De oplossing voor een beter netwerk is intensiever samenwerken met elkaar. Als professionals onderling, maar zeker ook bijvoorbeeld met mensen die dichter bij de patiënt staan, is eigenlijk alle mensen die we kunnen betrekken om de situatie te verbeteren, die betrekken we in zo'n netwerksamenwerking. Maar valt het een Nijmegenaar ook op dat er een stijging is van meldingen van verwarde mensen? Ik merk wel dat toeneemt de afgelopen jaren. Was het ons wel opgevallen, ja. Maar nu op het moment, misschien is het te koud, dat er minder mensen op straat zijn. Dus nee, de laatste tijd niet. Nee. Ik vind wel dat het iets toegenomen is, maar ook vooral mensen die geld willen. Die langs de rand zitten, die het koud hebben. In ieder geval als je daar bij de Albert Heijn, daar bij het oude gymnasium, daar zie je het regelmatig. Ik vind wel dat er iets aan gedaan moet worden. Die moet je isoleren op de een of andere manier of ergens naartoe halen. En dan vragen wat er aan de hand is en dan kijken waar ze terecht kunnen in een of andere instantie. Ja, ik denk uiteindelijk dat er toch meer aandacht vanuit GGZ of zo zou moeten komen om die mensen toch beter te begeleiden. Ja, met het koude weer van de afgelopen tijd zetten veel mensen de verwarming net even iets hoger of wordt er net even een extra stuk hout in de open haard gegooid. Niks mis mee natuurlijk, maar bij zo'n houtkachel komt wel enig onderhoud kijken. Bij verwaarlozing ligt een schoorsteenbrand snel op de loer. Ja, met name nou inderdaad herfst-winterseizoen, als mensen de kachels weer aan gaan steken, ja, dan merken we inderdaad ook dat de meldingen van schoorsteenbranden wel weer stijgen inderdaad. Maar niet alleen de brandweer merkt dat zij het druk hebben met schoorsteenbranden. Ook kachelverkopers hebben het in deze periode erg druk. Jazeker. Gezien het weer momenteel, dat is best koud, dan is gewoon meer vraag naar houtkachels. Ja, klopt. Onderhouden is eigenlijk een beetje wat je tegenkomt. Je kunt eigenlijk met houtkachel weinig preventief doen. Dus op een gegeven moment een koortje wordt slecht of zo, dan moet je het gaan vervangen. Maar voor de rest eigenlijk gewoon wat je tegenkomt. Het beste is om de schoorsteenbrand minimaal 1 keer per jaar te laten vegen door een erkende schoorsteenveger. Mocht je veel stoken, dan is 2 keer per jaar natuurlijk nog beter. Schoon hout stoken is erg belangrijk. Hè? En zorg ook dat je preventief bijvoorbeeld een emmer zand of een emmer zout in de buurt hebt staan, zodat je het vuurtje snel kunt doven. Er zijn eigenlijk 2 oorzaken hoe schoorsteenbranden ontstaan. Eén is eigenlijk heel simpel, dat is vaak bijvoorbeeld door een vogelnest of zo. Maar de andere weten mensen heel weinig van. Vocht door vochtig hout stoken. Daardoor krijg je een creosootafzetting in je schoorsteen. Bijvoorbeeld een te grote kachel kopen en te veel knijpen. Daardoor ontstaat ook vocht. Dan wring je eigenlijk letterlijk drooggassen uit. De verkeerde kanalen. Dus de moderne houtkachel kan en mag eigenlijk niet meer op een gemetseld of een keramisch kanaal. Als er brand ontstaat in de schoorsteen is het belangrijk om direct de brandweer te bellen. Ja, dan rukken wij standaard uit met een tankautospuit en onze hoogwerker die hierachter zit. En dan zullen wij inderdaad de schoorsteen ook van bovenaf gaan vegen. En de mensen dringend verzoeken om eerst een professionele schoorsteenveger te laten komen en het schoorsteenkanaal te laten vegen en laten inspecteren. Maar wat is nou de beste manier om te stoken? Wij noemen dat de Zwitserse methode. Dus dat wil zeggen dat je met schoon en droog hout eigenlijk een soort piramide maakt. Met grote blokken onder en boven en klein, zeg maar. Waardoor er veel lucht bij kan komen, waardoor je een optimale verbranding hebt en zo min mogelijk roetaanslag in je schoorsteenkanaal kunt krijgen.
Nou, buiten het feit dat de schoorsteen dan, of de kachels meer aangestoken worden en dus de kans op brand daar ook groter wordt, kan het weer van invloed zijn dat zeg maar, de wind, als die verkeerd staat, dan kan het ook het schoorsteenkanaal inkomen, waardoor de rookgassen naar binnen zouden kunnen komen. Dus het is ook superbelangrijk om een goede koolmonoxidemelder in de buurt te hebben hangen. Dat weten veel mensen ook niet. Het zwembad van de winkelsteeg van zorginstelling Plurijn is permanent gesloten. De afdeling Bouw en Techniek van Sportfondsen Nederland adviseerde begin januari van dit jaar om het zwembad van de winkelsteeg zo snel mogelijk te sluiten in verband met constructieve en installatietechnische gebreken. Dat laat Plurijn weten. Plurijn heeft het advies overgenomen en het zwembad per direct gesloten. De slechte staat van het zwembad is anderhalf jaar geleden al vastgesteld door de Sportfondsen Nederland. Het advies was toen om het zwembad eind 2023 te sluiten of het voordien ingrijpend te renoveren. Plurijn laat het volgende weten. Renovatie heeft om financiële redenen niet plaatsgevonden. Wel is het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd om veilig gebruik te waarborgen. Eind vorig jaar is Sportfondsen Nederland opnieuw gevraagd om onderzoek te doen naar de technische staat van de voorziening. Dat onderzoek is nu afgerond met het advies om definitief te sluiten als resultaat. Een bezorgde ouder die graag anoniem wil blijven heeft ons laten weten dat de sluiting van het zwembad een grote impact heeft voor haar kind. Maar ook voor alle anderen die wekelijks gebruik maken van dit zwembad. Door het personeelstekort binnen de zorgsector is er weinig tijd voor beweging. En de sluiting van het zwembad zorgt dan ook voor veel onbegrip van de bewoners, laat zij ons weten. Plurijn laat weten het jammer te vinden dat het zwembad dicht moet en begrijpt de teleurstelling van gebruikers. Maar stelt dat de veiligheid van alle gebruikers voorop staat. Plurijn ziet het belang van bewegingstherapie in het water voor bewoners van Plurijn. Daarom wordt onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven, zonder dat daarvoor een volwaardig zwembad hoeft te worden geëxploiteerd. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een kleinschalig therapeutisch behandelbad. In de tussentijd worden voor bewoners van de winkelsteeg alternatieve vormen van bewegen georganiseerd. De GGD Gelderland-Zuid is gestart met de bouw van een nieuw pand. Donderdagmiddag werd hiervoor de eerste steen gelegd door bestuurslid Jan de Geus. De nieuwbouw is nodig omdat het huidige hoofdkantoor van de GGD Gelderland-Zuid aan de Groenewoudseweg niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. De nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de Professor Bellevoortstraat in Nijmegen. Tegenover de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Een belangrijke samenwerkingspartner van de GGD. Wij zijn klaar voor carnaval. Dat laten de gemeente Bergendal, samenwerkingsorgaan Carnaval en het Laag en Hoog weten door middel van de carnavalsvlag. Deze werd vrijdagmiddag gehezen aan het gemeentehuis in Groesbeek. De meeste carnavalsverenigingen hebben een prins of prinsessen al bekendgemaakt. De bouw van vele carnavalswagens nadert de eindfase. En dit weekend vindt ook het Slagerfestival weer plaats. Kortom, carnaval wordt weer als vanouds gevierd. Eerder deze maand werd ze uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar 2023. Iris Kokoski de Forchot. Ze is directeur van basisschool De Bloemberg, waar les wordt gegeven aan kinderen van nieuwe Nederlanders. Vandaag nemen we een kijkje op haar werkplaats en leren we Iris wat beter kennen. Ze is directeur van De Bloemberg, maar veel mensen kenden haar ook al van voor die tijd. Na de uitreiking van de prijs kwam ik dus inderdaad veel mensen tegen. Onderweg naar de daadwerkelijke receptie met de bitterballen. En die vroegen waar ze mij van kenden of wisten waar ze me van kenden. En het gros was toch bekend van de HEMA, omdat ik 22 jaar bij de HEMA heb gewerkt. Eerst achter de worsten, de nootjes en de kaas. En vervolgens achter de klantenservice en de fotoservice. Tijdens haar studie kwam ze al in aanraking met deze doelgroep. En die is niet meer weggegaan. De passie voor het onderwijs, voor het NT2-onderwijs, voor het onderwijs aan nieuwkomers, zit in de doelgroep, denk ik. Het contact met de kinderen, de hulpvraag van de kinderen, de ondersteuningsbehoeften van de kinderen, maar ook van de ouders. Het contact met de ouders is ook heel warm meestal en dankbaar. Het is een dankbare baan. Als kinderen hier binnenkomen met een trauma, ze zijn heel stil, ze voelen zich niet veilig, dan merken wij dat dat vaak binnen een week, dat ze zich veilig voelen. En op het moment dat ze zich veilig voelen, kunnen ze in de leerstand. In het juryrapport wordt genoemd dat ze met een niet aflatende energie staat voor haar doelgroep. Bij de noodopvang van de winkelsteeg was er wel opvang geboden, maar geen leerplicht.
Dit vanwege het lerarentekort. Maar in mijn gedachten speelde wel, alle kinderen hebben recht op onderwijs. En we hebben gedaan wat konden. Dat was ook de opdracht van het bestuur. Iris, kijk wat wel kan. En van daaruit gaan we werken aan de mogelijkheden. En dat is gelukt. Ze heeft veel reacties gekregen op haar toekenning en hoopt dat ze het onderwijs kan helpen met deze publiciteit. Ik hoop ook dat mensen dit zien, het lezen, hoe leuk het onderwijs eigenlijk is. En dat wij op die manier mensen kunnen aantrekken. En het is een mooi vak. Dan kijken we nog even naar de berichten die in onze regio vandaag op de sociale media werden geplaatst. Stadspartij Nijmegen doet een poging om de misverstanden uit de wereld te helpen rondom de plannen voor het Engie-terrein. Het terrein rondom de oude energiecentrale Electrabel. Zo melden ze onder meer dat het een misverstand is dat er een nieuwe gascentrale zou komen. Wel komt er een hybride centrale die elektriciteit opwekt en daarvoor in het begin nog even aardgas zal gebruiken als grondstof. Het hele artikel is te lezen op de website van de Stadspartij. De Nijmeegse VVD laat weten schriftelijke vragen te stellen rondom het verdwijnen van zo'n 1100 parkeerplaatsen in het centrum van de stad. Zo zullen er 350 plaatsen verdwijnen doordat de Eiermarktgarage wordt omgezet naar het bewonersgarage. Nog eens 350 plaatsen verdwijnen als het dak van het winkelcentrum De Molenpoort wordt verwijderd. En tijdelijk zullen er ook 320 parkeerplaatsen verdwijnen op de Oude Stad als daar wordt gewerkt aan de nieuwe parkeergarage. En de gemeente Heumen kondigt op Instagram nog eens haar eerste leefstijldag aan. Die zaterdag zal plaatsvinden in het winkelcentrum Malden. Op deze dag leer je hoe je gezonder en fitter kunt leven en zijn er diverse activiteiten zoals sportactiviteiten en test- en proeverijen. Ja, en dan het weer. Het komende weekend staat in teken van een grote weersomslag. We gaan in 3 dagen tijd van vorst en zon naar warmterecords, storm en regen. De zaterdag verloopt nog prima, zondag hier en daar wel wat bewolking en lage temperaturen. Zondag start nog met nachtvorst, maar in de loop van de dag loopt het kwik al op naar zo'n graad of 9 en kan er een enkele bui vallen. Dat kan ook zorgen voor ijzel, dus pas op voor gladheid. In de nieuwe week beginnen we meteen met een flink ander weerbeeld. De maandag belooft regenachtig en grijs te verlopen. Daarbij trekt de wind ook aan tot plaatselijk zelfs stormachtig. Bovendien loopt het kwik op tot zo'n 12 graden, waarmee het mogelijk de warmste 22 januari ooit kan worden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 19 januari. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl en volg ons ook even via de sociale media. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update in aanloop naar de wedstrijd tegen Twente die morgenmiddag in de Goffert plaatsvindt. En wij zijn maandag weer bij je terug, dus ik zeg je nu een heel fijn weekend.